Ja, hoe vind je het om die soap te maken? Want ik heb een aantal dingen gezien. Het is gewoon een beetje dat jij gevolgd wordt. Is dat een inbreuk op je leven of vind je het wel oké? Ik vind het oké. Want ja, het is wel zo. Dat is, ik wil dat bepaalde dingen echt niet gefilmd worden. Bijvoorbeeld, ik wil niet dat mijn ouders in beeld komen. Omdat die daar ook niet voor gekozen hebben om met hun gezicht op televisie te komen. Dan wordt dat ook niet gefilmd. Dus het eindwoord ligt wel gewoon bij oma Jesse. Ja. Maar het is zeg maar wel zo dat, dat ik er wel zelf voor gekozen heb. Ik vind het wel gewoon leuk om mensen te laten zien waarmee ik bezig ben. Omdat soms hebben fans ook een hele andere beeld van je. Weet je? Dat ze denken, ja, het is altijd alleen maar feest en altijd alleen maar lachen, gieren, brullen. Zo is het niet. Zeg maar, waarom heb je bijvoorbeeld je grote reacties gekregen op iets wat je hebt laten zien wat mensen niet wisten? Nou, wat mensen heel leuk vonden was bijvoorbeeld tijdens Ramadan. Volgens mij was ik met Susie B, toen gingen we bij Ali B eten. En hij had toen zelf gekookt en volgens mij wisten mensen niet dat hij kon koken. En dat is wel een filmpje die een van de meeste keren bekeken is. Die vonden ze wel heel leuk. Ja. En, eentje die ook echt super populair is, is was ik met Arsenio en Susie B en de cameraman zelf. Dat is ook een hele goede vriend van ons. Die filmt ook alles en monteert ook alles. Waren we naar Walibi gegaan tijdens die Halloween Day. En dat is ook wel een van de meest bekeken. En ben je dan niet bang dat mensen zeggen op een gegeven moment dat het... Is het met rappers ook niet zo dat je vaak een soort beeld creëert... waarin mensen denken dat wat je zegt feest en vrouwen en een beetje gewoon optreden en leuke dingen doen... dat het op een gegeven moment ook een beetje de magie weghaalt? Of? Daar hou ik me niet mee bezig. Ik bedoel, je vindt me leuk zoals ik ben. En als je dan op me afknapt om een filmpje die je hebt gezien... dan vind je me blijkbaar niet echt zo leuk. Ja. De echte fans hou je wel. Over 10 jaar, hè? Je zegt je gaat nu die serie doen voor Nickelodeon, nummers maken. Wat denk je zelf waar je over 10 jaar meer in doorontwikkeld bent? Rappers zou je altijd blijven doen, maar... Ja, dat kan ik niet weten. Ik denk dat uiteindelijk alleen God dat weet, maar ik hoop... Dat is waar ik de nadruk op wil leggen, is hoop. Ik hoop dat ik dan nog beter kan acteren. Ik ben al hartstikke tevreden met mijn debuut. Want anders was hij ook niet zo in de prijzen gevallen, denk ik. Maar ik hoop dat ik gewoon nog meer films ga doen. En dat ik, want dit was toch best wel een rol die dichtbij me, bij mezelf was, weet je. Dat geef ik ook wel gewoon toe. En nu zou ik ook wel een rol willen spelen van een of andere maffiabaas. Heb je acteerles? Nee, heb ik nog niet gehad. Dat wil ik misschien wel gaan doen. Ja, want je zou kunnen zeggen dat je zelf daarin al probeert te verbeteren, zonder dat je direct een aanleiding... Moet je wel heel eerlijk zeggen dat het agenda technisch nu wel een beetje moeilijk te combineren is. Om ook nog eens acteerles erbij te nemen, maar zodra de mogelijkheid er is, dan ga ik dat zeker doen. Oké. Je noemt het al, God of Allah. Hoe heel belangrijk is je geloof voor je? Ja, wel heel belangrijk. Ja. Ik hoop gewoon dat ik dat God tevreden met me is, maar goed, dat kan alleen Hij weten. En ik probeer gewoon mijn best te doen, maar ook ik maak mijn fouten, weet je. Dus ik ben ook maar een mens. En hoe bedoel, ben je veel bezig? Bedoel, lees je veel in de Koran? Of? Het kan altijd meer, ja. Ik bid wel, maar... Ik zou altijd meer kunnen doen om nog een betere mens te zijn. Maar ja, ook ik moet nog leren. Ik ben ook 21 en misschien moet dat nog ontwikkelen. Ik hoop vooral dat dat nog zou ontwikkelen. Wat vind jij, zeg maar, bijvoorbeeld jij als Marokkaanse jongere. Wat vind je van nu de laatste tijd, toch de laatste 1,5-2 jaar, dat er toch soms wel wat spanning zit tussen Nederlanders en Marokkanen? Ik bedoel, jij hebt ermee te maken, denk ik. Of misschien juist niet. Maar hoe kijk je daar tegenaan? Ik wil wel de nadruk leggen dat ik half Egyptisch ben, anders wordt mijn vader boos. Ja. Die zegt, ja, maar je moet ook zeggen dat je half Egyptisch bent. Ik weet niet, ik hou me daar eerlijk gezegd niet mee bezig. En wat ik wel jammer vind, dat zeg ik je wel eerlijk, is dat er wel heel vaak wordt gekeken wat de Marokkaanse jongeren fout doen en dit en dat. Maar je zou eens moeten zien hoeveel dingen die jongens goed doen en dat er soms gewoon te weinig kansen wordt gegeven aan die jongens. Weet je hoeveel... jongere Marokkaanse jongens op straat zo goed rappen, maar niemand die even gaat scouten en checkt of je wat voor die jongens kan betekenen qua studiotijd, zodat ze niet op straat hoeven rond te hangen, want de hele dag in de straat
in de kou gewoon rappen, dat maakt je ook niet wat rijker, weet je. Dus er moeten misschien wat scouters komen die die jongens een mogelijkheid geven om in die studio te rappen. En buiten rappen, weet je hoeveel goede straatvoetballers er zijn, maar hun ouders hebben net niet genoeg geld om voor hun contributie te betalen voor voetbal bijvoorbeeld. Waarom is er niet een club waar je geen contributie hoeft te betalen, weet je. Het lijkt allemaal heel zielig en zo, maar ik hoop wel gewoon dat er ook naar die jongens wordt gekeken, weet je. En voor de rest wil ik niet alleen maar zeggen dat hun de slachtoffers zijn, absoluut niet. Ik wil ook wel de nadruk erbij leggen dat het aan de andere kant ook wel aan jezelf ligt, weet je. Als jij gewoon de hele tijd gaat denken, ik ben zielig en er wordt niks voor ons gedaan, en je gaat dan maar stelen en je vindt dat een excuus, ja, dan vind ik dat ook niet kloppen, weet je. En dan vind ik jou juist een zieliger. Je moet wel gewoon denken, weet je wat, niemand doet het voor mij, dus ik ga zelf wat aan mijn toekomst doen. En ga dan gewoon naar een school volgen, opleidingen, zorg dat je er komt. Het is natuurlijk soms wel verleidelijk als je die kans niet echt direct krijgt, om als je snel geld kunt verdienen in die criminaliteit, ja, om daar eerst in te gaan. Ik bedoel, zie je dat ook om je heen, zeg maar? Ik wil absoluut niet zeggen dat je de criminaliteit in moet gaan, maar misschien is het wel goed om één keer goed op je bek te gaan. Dat je denkt van, weet je wat, het lukt niet, ik ga mijn geld maar op een andere manier maken, dan word je opgepakt. En misschien is dat een goede moment om na te denken over je toekomst en of je daarmee wil gaan. Want de meeste jongens die dan op een gegeven moment vrijkomen of worden gestraft, die komen wel met een betere instelling eruit. Heb jij...